speelde wel goed eigenlijk. Alleen naar Frans Wilderstrooi. Vijf wedstrijdpijlen mystery, dacht ik. Ja, had er een flink wat inderdaad. En nog een paar om wat extra legs te winnen, die mystery ook. Unterboeg profiteerde er goed van. Ja, en hij speelt tegen Willem Mandigers. En Mandigers hebben we nog niet in actie gezien. Afkomstig uit Eindhoven. Hij is 28 jaar, Willem Mandigers. Speelt sinds 2004. Dit jaar winnaar van de Turkse Masters. Waar moet ik Mandigers een beetje in gaan? Want hij is wel een geplaatste speler hier. Zeker, geplaatste speler. En ook tiendes. Hij is ook tiendes geseed voor de Lakeside. Hij doet het elk jaar. Het is zijn vierde Lakeside, denk ik. Gaat hij aan meedoen. En elk jaar komt hij een stapje verder. Ja. Je zegt dat het is zijn vierde Lakeside waar hij aan mee gaat. Dat komt inderdaad. Nog nooit de eerste ronde gewonnen. Of voorronde gewonnen. Nee, precies. Dat is toch wel een dingetje, hè? Kijk, je kunt zeggen wat je wil, maar dat weten alle spelers zelf ook donders goed. Dat ze dat nog nooit gedaan hebben. En heeft het niet heel erg getroffen met zijn loting voor Lakeside. Want dan krijgt hij de jonge jongen uit Wales, Nick Kenny. Dat is een goede 96 finish van Veenstra. Ja, Veenstra zal een goede uitslag moeten maken vanavond om eventueel nog kans te hebben om morgen terug te komen. Ja, 5-4 is niet noodzakelijkerwijs meteen dodelijk als je dat verloren hebt, maar dan moet je wel een goede overwinning neerzetten. En dan moet je hopen dat je tegenstander van vanmiddag, dat zou dan Mandigers zijn, zo sportief verplicht doet vanavond. En wint van de man waar jij al van verloren hebt en dan liever iets minder ruim dan dat jij nu van hem wint. Ja, het is een heel lastig verhaal dit. Maar volgens mij klopt het wel. Als we het even terugspoelen dadelijk, volgens mij klopt het wat ik gezegd heb. Dat klopt helemaal, Jacques. Ja, Mandigers maakt niet zijn debuut overigens op de Final Darts Masters hier. Hij deed één keer eerder al mee. 2014. Toen zat hij in een poeltje met Wesley Harms en Daryl Fitton. En dat poeltje overleefde Mandigers toen niet. Verloor beide partijen met 5-2. Dus ja, het zou voor hem ook al een stapje zijn als hij hier weer eens de eerste wedstrijd wint. Zeker weten. Step by step. Eerst 76. Vier tops. ...152 voor Richard, een hoge finish. Gooit hem niet, maar probeert hem wel zo goed mogelijk weg te zetten. Dat doet hij. Maar Willem mag eerst voor dubbel 10. Die is toch ver mis, die pijl voor die dubbel 5. Dus Richard voor 56 voor de break. Dubbel 10. Het was gisteren ook niet zijn grootste vriend. En nu mist hij hem weer. Willem weer terug voor dubbel 10. En daar valt dubbel 10. Zo houden allebei de mannen hun eigen lek. Ja, voor Veen gaat het toch een beetje zaak. Want als je vrienden je niet helpen, is heel simpel. Dan moet je niet nieuwe vrienden zoeken. Misschien eens een keertje naar een andere dubbel toe gaan. Ja, hij kan het dan wel heel goed analyseren, vind ik. Gewoon heel kort, eventjes vanmorgen. En dan zei hij, ja, ik miste gewoon veel te veel dubbels. Scorend was het goed? Ja, had even moeite om erin te komen. Dat zei hij ook. Hij had het idee dat het podium niet helemaal klopte met de ingooibanen. Het is altijd moeilijk, van banen naar een podium. Ja. Het lijkt altijd verder weg. Precies. En dan komen we terug weer waar we het eerder over hadden. Dat is toch ook de ervaring dat ze niet zoveel hebben om op een podium te spelen. Ja. Want het zit hier aardig vol. Ja, ja, het is gezellig. 97. Ik zie alleen maar lachende gezichten om. Veenstra laat weer tops over. Hij blijft ervan overtuigd dat het toch moet worden. Nou ja, goed. De enige manier om dat te bewijzen is om erin te gooien. Voor een 13-30. Nou, weer naar dubbel 10.
En weer naar dubbel 5. Die gaat er dan een beetje met de hak over de sloot in. Maar hij zit, dat is het belangrijkste. Veenstra. Die heb ik wel vaker zien spelen. Die heeft natuurlijk leeftijd een keer een goede run gehad. Dat helpt altijd natuurlijk. Maar Manders heb ik eigenlijk helemaal niet zo vaak zien spelen. Dat... Speelt heel veel vloertoernooien. En pikt overal her en der zijn puntjes op. Maar dat is een beetje met alle respect een puntenbokser. Laatste 16, laatste 8. Dat soort resultaten. Ja, dat klopt. Ja, goed. Een beetje waar we het eerder over hadden over Jim Williams. Hij wint toernooien. Alleen niet de echte grote. Nee, precies. En toch is Manders op de wereldranglijst van de BDO. De hoogst geplaatste Nederlander op dit moment. Dus deze jonge man is de beste Nederlander op de wereld binnen de BDO. Volgens die wel volgens de wereldranglijst. Ja. Maar dat is de enige houvast die we hebben. Dus daar moet ik me aan vasthouden. Dat klopt. Maar Willem heeft een uitstekend seizoen gedraaid met mooie resultaten. Nou, dan is het nu tijd. Dat is wel echt zo, de tijd om te oogsten. Dat is december, januari. Dan zijn de televisietoernooien, dan daar spelen ze, daar spelen ze het hele jaar voor. Hoor. Nog een keer triple 18. En Willem op 119 zal waarschijnlijk de 19 beginnen. En nu triple 20 aan tops. Die is toch ver mis. Dan wil hij eigenlijk naar de 19, maar die zit aardig geblokkeerd. En maar Richard komt terug van 68. 48. Gaat hij toch weer voor tops? En hij mist hem weer. Willem op 74. Triple 14. En hij gaat nu voor 20 en tops. Tops voor 2-2. Nee, hij pakt hem vast niet, maar ja. Op het feest gaat nog steeds de tops een keertje gooien. Mag hij toch naar zijn favoriet? Ja. Ik denk dat hij eindigt op dubbel 5, ja. Ik wilde je bijna gelijk geven. Maar hij kiest toch voor de veiligheid van de dubbel 10 deze keer. En gooit hem ook eindelijk. Ja, je kunt het, er zitten altijd twee kanten aan zo'n val. Je kunt of zeggen van, oké, het is goed dat je één ding vertrouwen in heb en in houd en dus iedere keer naar diezelfde dubbel trubbelen gaan. Hè. James Wade heeft dat heel sterk. Altijd naar tops. Wat er ook gebeurt, al mist hij 100 keer, altijd naar tops. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, ga een keer voor dubbel 16. Phil Taylor bijvoorbeeld, dat vind ik altijd een goed voorbeeld. Die probeert drie keer dubbel 20. Als hij drie keer niet valt, dan gaat hij daarna echt niet meer naar dubbel 20 als hij de keuze heeft. Hè. Kies hij toch gewoon een andere dubbel. 96. Het geeft wel aan hoe veel van dit spel zich in het hoofd afspeelt. Dat ze... Ik weet zeker dat Veenstra in de ingooiruimte, al vraag je hem 10 keer op rij om tops uit te gooien, gooit hij hem gewoon 10 keer op rij uit. Geen enkel probleem. Toch op het podium is het altijd anders. Met een controller, twee schrijvers erbij, zaal vol mensen, camera's. Ja, en dat kun je thuis op bijzonder kamer ook niet imiteren. Dat is best lastig. Dan moet je vragen. Grote zolder voor hebben. Ja, bij mij thuis past het net niet in ieder geval. Ja, bij mij zou het kunnen. Maar ja. Mijn zolder is weer heel laag, dus dat past ook weer niet. Hier is Willem toch weer wat slordig. Grote vlakken missen. Richard voor de grootste finish. Voorlopig blijft hij alleen op naam van Glenn Durrant staan. Die gooide gisteren 170 uit. Dat was een finish op dat moment. Die lukt maar uiteindelijk niet, hè? Manders, dubbel 10. Ja, die pakt toch even het breekje terug. Terug bij 3-2. En kansen op 3-3. Manders die pijl toch ook alweer op een vreemde manier vast heeft. Bijna verscholen in zijn hand zit hij. Kijk, bij Veenstra gaat het ongelooflijk snel. Dus dat is heel moeilijk te zien hoe hij die pijl überhaupt vast heeft. En die heeft hem vrij ver naar achteren vast, maar Manders, daar verdwijnt die pijl bijna helemaal in zijn hand.
Op dit moment is onze cameraman even aan het scherp stellen op die hand. De volgende beurt, let op hè. Ik ken ze inmiddels, die zijn zo schel. En zo is dat, kijk. Veenstra hebben we al. Die gooit die 139 en dan Manders. Ah, andere. Van achteren. Goeie score hier van Manders. Kan Veenstra mee. Zal nu naar de 18 gaan om een finish over te laten. Dat was wel de bedoeling, maar toch weer slordig. Nee. Gewoon hem niet. Manders wegzetten en uitgooien. Ik zou niet voor de bol zijn gaan. En dat doet. Hij gaat, nee, als hij gaat kijken, dan gaat hij het niet doen, inderdaad. Hij gaat gewoon een 18 gooien, denk ik. 98. Ja, dit zijn toch een paar goede scorende legs van Willem Manders. 82. Moet hij het nog even afmaken. Via dubbel 16 en dat doet hij ook keurig netjes hoor. Ja, keurige 13 dat hè. Komt 3-1 achter. Dan kun je geknakt zijn of je kunt goed terugvechten. Manders vecht uitstekend terug. In 15 en 13, dus dat is keurig. Momentum ligt bij hem op dit moment. Deze heren waren ook allebei actief. Het WK in Japan. Hadden Willem de halve finale van de singles. Verloor daar uiteindelijk van Jeff Smith. Ja. De Canadees die de titel ook won uiteindelijk. Hij won van Raymond Smith uit Australië. Wie kent hem? Smith en Smith. Daar hebben we er een paar van inderdaad hoor. Dat is een populaire achternaam. Ja. Hier toch weer wat slordig van Willem. Deze lijkt vrij makkelijk naar Richard te gaan. Maar hier zo mist hij toch ook weer een paar grote vlakken. En daar hebben de laatste tijd heel veel Nederlandse jonge spelers last van. Vind ik dat. En ze gooien dus een 13 en een 15 net op rij. Dat is fantastisch. En dan moet je de lek daarna ergens tussen de 15 en de 18 weer uit zijn. En dan zakken ze vaak zo ver weg. Dan zit er zo'n lek tussen waarin ze werkelijk helemaal geen trippels gooien. En nu kan Willem toch met een goede score. Misschien nog een trippeltje erbij. Maar 82. Waarschijnlijk voor de boel. En dubbel 16. Dubbel 8. Ja, het is de snelheid van Veenstra. Dan mag Willem voor 93. Die gaat voor de bol of voor de triple 19. Hij gaat voor de triple 19 en mist hem. 14. Niet gegooid. Dan krijgt hij geen pijl voor een dubbel. Dat was de gok die hij nam. En dan mag Veenstra voor dubbel 4. Een keer een andere dubbel. Dus misschien werkt het voor hem. En dat werkt zeker. Ondanks een paar slechte pijlen houdt hij toch zijn eigen lek. Ja. Verandering van Spijs doet eten. En Veenstra eet de dubbel 4 op. 4 uit 13 op zijn dubbels. Manders 3 uit 9. Daar heb je niet het idee bij dat hij er zo heel veel mist. Maar ja goed, er zaten 4 missers in één lek voor Manders. Dat was de tweede lek. En die lek won hij uiteindelijk nog. Dus zijn missers hebben hem niet heel veel pijn gedaan. Nee, als je dan ziet die eerste pijl van Manders. Je zit, als je hem met de hand in mag prikken, zou je hem daar erin zetten en dan toch maar 100. Ja, als die eerste zo zit, dan moet het eigenlijk minimaal 140 zijn. Ja. Kijk, dit is toch heerlijk. Ja, nu ja, wel. 180 denk ik. Oh, die laatste is dan toch ver mis. Maar die eerste zat er perfect in. Veenstra wil hem liever wat onderin de triple hebben, als hij de keuze heeft natuurlijk. Zodat hij ze op elkaar kan stapelen. Beide landen gewoon wat vlakker in het bord. We zetten hem keurig weg hier met een 139 score. Maar Richard mag eerst op 164. En die gooit hij niet. Dus de wedstrijd wint hij niet. Hij zet hem wel heel goed weg. Maar Willem gooit hem goed uit. En weer een 13. Krijgt dan weer een beslissende lek. Ja, de tweede keer voor Richard. Ja, er zit een Duitser in de zaal, toch een beetje te glimlachen denk ik, Michael. Want die ziet dat wat er ook nu gebeurt,
Het is allemaal in zijn voordeel. Veenstra ligt er in principe buiten. Het kan nog, als iedereen 5-4 speelt, dan moet hij deze winnen. Maar dan moet hij echt wel, moet Mandigers dus vanavond met 5-4 winnen van Unterboegner. En dan gaan we op gewinnen. Nou goed, ga je er niet mee vervelen. Ja, die kans is allemaal klein. Precies. Unterboegner weet gewoon dat als hij vanavond van Mandigers wint, dat hij gewoon door is. Maar hij weet ook dat er nog druk op Mandigers zal staan, want die kan ook nog door. Ik denk dat dat nog wel een voordeel is. Als Mandigers hier 5-1 verliest, dan ligt Mandigers er in principe uit. Dan gaat Mandigers heel vrij spelen vanavond. En dan kan dat nog wel eens het nadeel van Unterboegner zijn. Dit is voor de Duitser in het voordeel, denk ik. Ja. Hele moeilijke uitleg. Maar spoel hem nog even rustig terug. Hij klopt wel. 161 voor Mandigers, die na 9 Duitsers op 161 staat. Twee keer triple 20 erbij en dan houdt hij tops over. Richard voor 143. Nee, meteen een enkele één. Ja, zijn verblijf in dit toernooi hangt echt aan een zijde draadje inmiddels. Mandigers voor de Shanghai 20, de enkel 20. De triple 20 en tops, dat is alvast de triple 20. Stapje opzij, een enkele 20. En dan terug voor tops. Die was veel, hè? Was wel ruim ingezet. Richard voor 103. Triple 17 en dubbel 16. Triple 17 zit, dubbel 16. Ja, dan toch een hele mooie finish. Hij finish.